welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik wil jullie allemaal even dus massaal bedanken dat jullie er allemaal zijn. Jullie blijven mij gewoon allemaal steunen en dat vind ik echt al super leuk hier op YouTube, maar ook op TikTok. Op TikTok krijg ik eigenlijk de meeste haat van allemaal. Persoonlijk trek ik me dat eigenlijk niet zo heel veel aan. Het is niet dat ik daar wakker van lig of zo, totaal niet. Ik blijf gewoon mezelf en als mensen het leuk vinden om andere mensen onderuit te trekken, vind ik het heel zielig van die mensen eigenlijk allemaal dan voor mezelf, want ik doe gewoon mijn ding. Al plaats ik een Berend Bokkenpap, al plaats ik een kaderliedje, wat ik zou ook nog gaan doen trouwens. Ik blijf gewoon mezelf en ik ben ook gewoon zo'n persoon van kijk, als ik u niet ken, dan doet me dat ook helemaal niks. En dan blijf ik gewoon mijzelf en dan zal ik ook altijd mijzelf blijven eigenlijk. En dan gaat ook heel mijn leven doorgaan, mezelf blijven. Ik wil ook nog andere mensen ook wel heel erg bedanken. Die mensen die weten dat ook, zonder hun naam te noemen eigenlijk hierin, omdat ik niet weet of ik hun naam mag noemen. Die voor mij heel een verrassing voor aan het zorgen zijn, dat je binnenkort ook in deze vlog gaan zien trouwens, de verrassing. Die wil ik ook heel erg bedanken, die hebben ook een hartje in mijn, alleen plaats in mijn hart. Ik moet echt, ik zeg het, ik ben er echt wel heel trots op al die mensen die mij nu steunen eigenlijk. En het wordt veel te weinig gezegd door de mensen van, ik ben er voor u. Het wordt ook heel weinig gedaan dat mensen elkaar bedanken. En ook in deze tijd is dat wel heel belangrijk. Zeker nu dat we elkaar allemaal bijna niet kunnen zien, is het heel belangrijk. Al wat je kunt, is meestal facetimen en zo. En toch om voor iedereen er te zijn. En om af en toe toch wel eens te zeggen van, we love you, ik denk aan jou. En ook tijd te maken voor iedereen. En dat merk ik nu ook wel. Ik heb een moeilijke periode gehad doordat mijn mama gestorven is, doordat Miranda er niet meer is. Dat blijft nog altijd wel een stukje van mij. Dat zal altijd een stukje van mij blijven. Maar ik merk nu ook wel door die mensen eigenlijk te hebben. En die me steunen, die ook naar de lives komen, die er altijd voor me zijn. Die ook altijd het voor me oppakken eigenlijk. En dat wil ik eigenlijk ook wel eens zeggen van kijk, zoek iemand die graag is voor jullie. Ik merk ook met de haat die ik nu krijg, het is meestal ook scheldwoorden waar ik denk van, je schendt niet met een ziekte, je schendt niet met homo of lesbisch, want dat is gewoon, je wordt daarmee geboren. Het is niet dat je een ziekte hebt om dit of dat daarmee. Maar het heeft eigenlijk ook wel een beetje zijn vruchten afgeworpen, want nu weet ook heel veel mensen hoe dat mensen in 2021 erover staan tegen homo's, lesbische of transgenders of ondinair of wat je moet ook uit te spreken eigenlijk. Dus ja. Eigenlijk kan ik het eigenlijk allemaal bundelen en ik kan het eigenlijk allemaal meenemen naar Gent om dat aan te geven van kijk die mensen dit en dat. Van, ik vind dat altijd heel erg, want we zijn eigenlijk 2021 en zeker in België en Nederland en andere landen is dit dan nog altijd heel moeilijk. Zijn er nog heel veel mensen dat blijkbaar niet ja, normaalste zaak van de wereld vinden dat twee mensen op elkaar verliefd worden van hetzelfde geslacht. Of die, ik heb daar niet voor gekozen om een transgender te zijn. Ik ben daar helaas mee geboren. Ik heb helaas het verkeerde lichaam. En ik wil daar iets mee doen. Ik wil mezelf zijn. Ik wil mezelf naar buiten tonen hoe ik ben. En niet als ik zo naar buiten kom door iemand anders te zijn. En ik weet dat er heel veel mensen daar heel moeilijk mee hebben. Ik snap dat ook wel. Hè. Als je dat hoort van een persoon die je eigenlijk ten eerste nog niet goed kent. Of wel kent van ik ben eigenlijk die. Of dat ik begrijp dat. Zeer goed, ik heb dat met Jaan Laten Wilde van Q-Music ook meegemaakt, dat ik even geschrokken was. Maar dat wil niet zeggen dat je door die dag geschrokken bent, zoveel haat en zoveel dingen moet gaan geven op die persoon eigenlijk. Totaal niet. Als je het niet goed begrijpt of je bent geschrokken, praat met die persoon en zeg van kijk, ik heb het niet echt verwacht dat jij dat zijt, hoe komt dat en bla bla bla. Je praat ermee, stelt vragen. En door die vragen te stellen, komen ze ook eigenlijk tot de conclusie van kijk, die persoon is gewoon gelukkig. Iedereen is zichzelf. En ik wil dat even oproepen. Stop met al met ze haten, like homo, lesbisch, kanker. Dat zijn allemaal dingen waar je niet meer moet lachen. Dat kun je ook zeggen, ah, corona, dat is hetzelfde eigenlijk een beetje. Er sterven nog altijd zoveel mensen door de kanker en toch blijven ze maar schelden met het woord kanker. En dat is eigenlijk wel heel erg totdat het eigenlijk in een familie gebeurt en dan beseft ze, oh, kanker is wel een serieuze ziekte. Ik heb door kanker al heel veel mensen verloren. Mijn oma, mijn mama en ja, nog andere mensen. En ik wil niet, ik vind het heel erg dat mensen dat nog altijd gebruiken in dit jaar, nog altijd dat gebruiken. Terwijl dat toch wel heel bespreekbaar is, dat toch wel heel veel mensen al sterven aan die ziekten, helaas. En dat heel veel mensen die ziekte hebben en
ik vind het heel erg eigenlijk. En ik kan dat met mijn hoofd niet in. En ik wou er ook al totaal geen aandacht aan geven. Maar ik wou toch wel even zeggen. Van kijk, denk twee keer na. Voor je iets zegt. Want als je die persoon in het echte leven zal tegenkomen. Ik hoop voor u dat je dat niet gaat zeggen. Ik hoop dat voor u. Want ik vind dat heel erg eigenlijk. Ik ben altijd een persoon die naar de mensen goed dingen kijkt. En dan pas ziet wat de slechte zijn. En ik geef ook altijd iedereen een kans. En ja, zo zit ik in elkaar eigenlijk. Door iedereen eigenlijk altijd een kans te geven. Wat ook al heeft in het verleden heeft geleid tot bepaalde dingen die niet goed waren. Maar kijk, ik ben wie ik ben en ik kan mezelf niet veranderen. Al sta ik hier morgen uit te dansen bijvoorbeeld. Ik geef maar een voorbeeld met staartjes. Ik heb dat eigenlijk, veel mensen zeggen ook, ja, uw auditie staat eigenlijk bij heel veel YouTubers en zo'n ding allemaal. Ik kan jullie verklaren, mijn echte auditie heeft alleen Studio 100. Alleen Studio 100 is mijn eigen echte auditie die ik gedaan heb. Want ik heb die nergens op social media gezet eigenlijk. Dus al wat ik heb geplaatst op social media zijn eigenlijk allemaal dingen. Dat zijn trouwens nog niet eens de nummers die ik heb gekozen. Totaal niet. Mijn echte auditie is echt wel, dat erin stond, staat op mijn gsm en is bij Studio 100. De rest van de audities zijn eigenlijk gewoon... Ik noem het audities, maar dat zijn mijn audities eigenlijk niet. En veel mensen lachen met dat ding. Dat is ook een stukje de bedoeling. Een stukje ook niet. Niet voor uit te lachen, maar gewoon iets grappigs doen in deze coronatijd. En ja, ik merk nu al dat er heel veel reacties gekomen is. Ik heb nu momenteel al 1 miljoen bijna. Ik ga even kijken voor jullie, want ik ken het niet van buiten. Op dat filmpje met die jurk heb ik nu 853,6k, dus bijna 1 miljoen gehaald. Ik ben daar ook heel fier op eigenlijk. En met dat andere jurkje heb ik 680k punt zoveel gehaald. En dan heb ik Beer Bruikpap ook eens nagedacht, dus bijna 100k bekeken. En ik ben nog altijd mezelf. En ik wil ook aan andere mensen zeggen, hebt u een beperking of niet, maakt niet uit. Wees altijd zelf. Als jij zegt, ik wil dat maken, ik sta er 100% achter, dan moet je dat gewoon doen. En ik ga het ook blijven zeggen. Ik wil ook dat ook wel een beetje door wordt gedrongen aan andere mensen. Zo vooral, ik wil mijn boss daar ook laten zien van kijk, het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit, ben je nu moslim, ben je Belg, ben je Afrikaan. Maakt me niet uit wat je bent. Je bent jezelf en dat is het belangrijkste. En dat is iets wat we wel met boss daar willen doen eigenlijk allemaal. En dat zullen we ook blijven doen. Er zijn ook heel veel mensen die voor mij van alles aan het doen zijn voor een verrassing. Die, en dat vind ik ook wel belangrijk om even te zeggen, die echt constant bezig blijven voor mij te steunen. En dat vind ik echt super, dus een hartje voor jullie allemaal. En ik zeg het, ik blijf gewoon wie ik ben. Ook al heb ik binnenkort misschien de 7k, of de 10k, of de 11k. Voor mij telt het gewoon, ik heb plezier op dat ding en ook op YouTube. En dat blijft voor mij het belangrijkste. En ik kon er echt wel voor opkomen, want er zijn heel veel mensen, die dus meestal de zwakke mensen, die ze daar eigenlijk uittreffen, omdat ze die het meeste kunnen treffen. En dat vind ik wel heel erg eigenlijk. Het pest ook altijd de mensen die bijvoorbeeld een beperking hebben, of die het wat moeilijker hebben. En dat vind ik eigenlijk wel super erg eigenlijk. En ik kan met mijn volgers oproepen, als je iemand ziet die pest, komt ervoor op. Steunt die persoon, volgt die persoon en komt daarvoor op eigenlijk. En dat wil ik even meedelen aan deze vlog eigenlijk. Ik hoop dat je dit een leuke video vond, dus zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en lig zeker niet wakker van je haat, want ze zijn het gewoon niet waard om wakker te liggen. Ze liggen ook niet wakker van hun, dus jij ook niet van hun. Dus dat wil ik toch wel even mededelen.